Dag Christel. Dag Sarah. Als macro-economiste bij de Nationale Bank ben je gespecialiseerd in de internationale economie. Afgelopen jaar was voor jou denk ik heel boeiend, want de wereldeconomie groeide in 2021 met 5,9%. Mogen we dus spreken van een krachtig herstel? Ja, inderdaad. Maar het was ook heel ongelijk. De economische groei in de geavanceerde landen en in een aantal grote opkomende landen heeft inderdaad de verwachtingen overtroffen. In de lage inkomenslanden stelde de groei daarentegen teleur. De reden is dat een geslaagde vaccincampagne een sleutel was tot succes en dat die lage inkomenslanden nauwelijks toegang hebben gekregen tot vaccins. En dat is dus eigenlijk een probleem, want dan blijven ze een vruchtbare bodem voor mutaties van het virus waartegen de vaccins mogelijk minder effectief gaan zijn. In de meeste geavanceerde landen trok de inflatie ook aan tot meer dan 2%. Hadden we dit zien aankomen? Er werd inderdaad een stijging van de consumptieprijzen verwacht, maar niet van die grote orde. Eenmaal dat de sanitaire situatie verbeterde en de beperkingen opgeheven werden, hebben we een krachtige heropleving van de vraag gezien. Door allerlei steunmaatregelen hadden de gezinnen namelijk gemiddeld genomen geen koopkracht verloren. Hun koopkoorts hebben ze dan ook vooral toegespitst op duurzame consumptiegoederen. Het aanbod was echter niet in staat om zo snel op te schalen en zich aan te passen, omdat er bottlenecks waren in de toelevering van grondstoffen, van halfgeleiders, plastic, hout enzovoort. Ook omdat de transport en meer bepaald de containerscheepvaart niet in staat was om een hogere vraag naar goederen op te vangen. Bovendien was het ook niet mogelijk om alle fabrieken tegelijk te openen. En tenslotte heeft de krapte op de arbeidsmarkt in sommige landen, onder meer België, ook verhinderd dat het aanbod snel kon opgeschaald of aangepast worden. En al die factoren samen hebben geleid tot een mismatch tussen vraag en aanbod, met prijsstijgingen, maar ook langere leveringstijden en lege winkelvoorraden als gevolg. We hebben ongetwijfeld de omvang en de duur van die mismatch verkeerd ingeschat en daardoor ook de opwaartse druk op de prijzen onderschat. Vooral de prijsstijgingen voor energie en elektriciteit sprongen in het oog. Ja, inderdaad, die prijsstijgingen waren ook veel sterker dan verwacht. Ook daar zien we dat de simultane opening van de grote economieën, zoals de Verenigde Staten en de Europese Unie, de vraag naar energie heel snel heeft doen toenemen, terwijl op dat ogenblik het aanbod juist verkrapte. En dat fenomeen is het meest uitgesproken op de Europese gasmarkt, maar we zien het ook elders. Toch zou het verkeerd zijn om te stellen dat alleen de energieprijzen de inflatie aansturen. Want zoals ik net gezegd heb, er zijn ook prijsstijgingen geweest voor duurzame consumptiegoederen, zoals bijvoorbeeld nieuwe wagens en in het kielzog daarvan tweedehandswagens. We zien dat ook voor voedingswaren, voor contactintensieve diensten zoals kappers of fitness of wellness of caféconsumpties. Dus alles eigenlijk, de inflatie is vrij breed. En wat was de bijdrage van het macro-economische beleid in 2021? Sinds de uitbraak van de pandemie was er een omvangrijke beleidsondersteuning in de vorm van monetair, budgetair en prudentieel beleid dat een belangrijke stabiliserende rol gespeeld heeft. Globaal genomen bleef het macro-economisch beleid ook in 2021 ondersteunend. Maar naar het einde van het jaar zien we wel de eerste stappen naar een normalisatie van het monetair beleid in een aantal geavanceerde landen. De schaduw van de pandemie blijft weliswaar over de economie hangen en de onzekerheid blijft een belangrijke uitdaging voor de beleidsmakers. Pierre Wunsch, ik ben gouverneur van de Nationale Bank van België. De COVID-19-pandemie heeft gevolgen gehad voor de wereldeconomie, maar kunnen we aan het einde van 2021 concluderen dat de gevreesde economische crisis voor een groot deel uitbleef? We waren al vrij optimistisch in het begin van 2021, maar wat klopt, is de cijfers zijn uiteindelijk zeer goed geweest. Op het niveau van groei zijn de prestaties uitstekend. Maar ook, en zeker in België, wat de werkstelling betreft, we hebben meer dan 80.000 jobs gecreëerd.
En dat is een enorm grote en positieve verrassing. En dat heeft voor een deel te maken met het feit dat het beleid op fiscaal niveau, ondersteuning van de inkomens van de huishoudens, ook tussenkomst om de ondernemingen te steunen, gecombineerd met een monetair beleid die zeer ondersteunend was. Dit beleid heeft wel zijn rol gespeeld en in feite een instorting van onze economie kunnen vermijden. En wat we gezien hebben is een zeer krachtig heropleving, dus een vrij positief boodschap op dat vlak voor wat onze economie betreft in 2021 en meer algemeen op wereldniveau en Europees niveau. Is het voor u een grote verrassing dat de inflatie zo plots en zo fel toeneemt? De terugkomst van de inflatie is voor een groot deel een verrassing. Wij hebben voor een aantal jaren een vrij laag inflatie gekend, beneden onze doelstelling van 2%. En dit is ook de reden waarom wij een vrij ondersteunend beleid gevoerd hebben. Er waren wel mensen hier en daar die dachten, ja, misschien is de fiscale steun in de VS een beetje te omvangrijk, te groot en zal leiden tot inflatie. En dat is zeker het geval, maar het heeft ook te maken met een verschuiving van de vraag van diensten, omwille van de lockdowns, die soms niet beschikbaar waren, naar goederen. En dat heeft inderdaad geleid tot een heropstart van de inflatie. Voor een deel inderdaad, omdat de aanbodzijde niet kon volgen. En we hebben hier en daar in de wereldketting, waardeketting, bottlenecks zien komen en ook op niveau van de energieprijzen een duidelijke stijging van de prijzen. En dat is de minder positieve nieuws van dit jaar.